de O4 Tableau. Met als extra accessoire de snelstarter en de tool. Als eerste heb je de bakplaat die nu aan twee zijden kan gebruikt worden met grillmotief. Dan hebben we het kolenrek. De binnenste schaal die je naar links kan draaien om de luchttoevoer te sluiten, naar rechts om meer ventilatie te creëren. En deze binnenschaal die draait op een konische dop. En dan als laatste de buitenschaal die rust op drie siliconen dopjes en het onderbord. Wanneer je hem gaat aanmaken, is het best dat je naar rechts draait, zodat de luchttoevoer optimaal is. Het kolenrek. En nu zijn we klaar om hem aan te maken. Ik heb alvast 16 kokosbriketten in de snelstarter geplaatst. Ik heb voldoende aan 3 aanmaakblokjes. Dit gaat ongeveer een kwartiertje tot een kleine 20 minuten in beslag nemen, zodat alle kolen goed gloeien. En dan zetten we de volgende stap. De kokosbriketten zijn nu mooi grijs, dat wil zeggen dat ze goed gloeien. En dit is het ideale moment om ze te verdelen op het rooster. Deze zetten we veilig aan de kant. En het is natuurlijk belangrijk om ze in een mooie ring onder de bakplaat te verdelen. Met de O4 tool kan je nu heel makkelijk de binnenste schaal sluiten of openen om de luchttoevoer naar eigen believen te doseren. Ook gebruik je deze nu het best om de bakplaat te plaatsen. We wachten heel even en dan kunnen we aan de slag.